Ik klop. Xander Severina, een bijzondere week heb je achter de rug. Gaan we het zo over hebben. Maar je maakt het verschil vandaag, hè? Dat is lekker, lijkt me. Ja, klopt. Ik denk dat het altijd lekker is om zo in te vallen als je belangrijk kan zijn voor het team. Ja, ik ben blij. Maar meer dan blij, denk ik wel. Want je hebt met Curaçao je debuut gemaakt. En dan kom je zo terug, terwijl je niet in de basis stond. Want je had wat klachten, geloof ik. Ja, klopt. Ik had tegen de wedstrijd, tegen 18 jaar, was ik door mijn enkel gaan. En toen ik terug was gekomen, was mijn enkel een beetje dik. Dus het is nog niet zeker of ik vandaag zou spelen. En ja, vanochtend werd ik even gecheckt door de fysio. En ja, ik kon maar spelen, maar ik zou op de bank beginnen. En ja, dan als ik zo kan invallen, is mooi natuurlijk. Was jij in de rust in de kleedkamer? Nee. Dus jij weet niet wat daar gezegd is? Nee. Heb je daar net nog iets over gehoord? Nee, ik ben nog niet echt in de kleedkamer geweest eigenlijk. Wat een verschil zeg. Die eerste helft was echt bedroevend. De moed zakte hier gewoon in de schoenen. Dat merkte je in het stadion. Maar de tweede helft was ineens veel beter. Een wereld van verschil. Hoe kan dat nou, denk jij? Ja, klopt. Ik denk dat die goal van Tituan ons meer energie heeft gekregen. En, ja, dat we gewoon beter zijn gaan voetballen. Hij is gewoon wel aardig in, hè? Ja, was een aardige goal, ja. Wist je dat hij dit kon? Ja, hij doet het wel vaker op de training, maar in de wedstrijd heeft hij het nog niet echt laten zien, maar ja, zo'n mooie goal. Nou, ik denk dat je ook nog geen beelden terug hebt gezien, want je zegt net, ik ben nog niet in de kleedkamer geweest. Maar volgens mij liep jij buiten spel op het moment dat je doorbrak en dat die strafschop uiteindelijk kwam. Ja, dat hoorde ik net ook, maar voor mijn gevoel was het geen buitenspel, maar ja. Twijfelde je nog, want je had heel veel tijd. De verdedigers waren in de achtervolging. Vaak als je te veel tijd hebt, ga je nadenken. Ja, dat was ook het geval. Op het moment dat ik wou schieten, zag ik de keeper richting de hoek gaan. Dus ik dacht, ik ga er maar gewoon langs en ja, hij tikt me gewoon aan. Zocht je hem een beetje op? Nee, niet echt eigenlijk. Ik wou er gewoon langs aan. Hij tikt me aan, dus gewoon een penalty. En wat dacht je, ik ga hem opeisen of is het dan gewoon duidelijk Thomas Veit neemt hem? Ja, bij ons is het duidelijk dat Thomas de penalty neemt. Hey, nou, je wint hem uiteindelijk. Streep eronder, ADO. Nou ja, weer op koers. Met Curaçao je debuut mogen maken in de eerste wedstrijd tegen Canada nog niet. Vertel eens, hoe was het? Uiteindelijk tegen Argentinië mocht je debuteren, een kwartier gespeeld. Ja, het was een mooie week voor mij, denk ik. Ik heb mijn debuut kunnen maken voor Curaçao. En, ja, het was een hele mooie ervaring dat ik heb kunnen spelen tegen Argentinië, denk ik, de wereldkampioen. En ja, ik heb genoten eigenlijk. Ja, ik zie het aan je. Ja, dat was een mooi moment, ja. Wat gaat er dan door je hoofd als je eraan terugdenkt? Ja, de hele week was mooi voor mij. Dat is een nieuwe ervaring natuurlijk, want het is de eerste keer dat ik mee mocht met Curaçao. Ja, ik heb alleen maar genoten eigenlijk. En dan tegen Argentinië je debuut maken, de wereldkampioen. Ja, je hebt je ogen uitgekeken, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Ik denk dat het voor elke jongen wel een droom is om tegen Messi of tegen Ronaldo te spelen. En dat voor mij nu de kans is gekomen, is mooi natuurlijk. Heb je nog een shirtje gekregen van iemand? Nee, helaas niet. Niet geprobeerd met Messi? Ja, ik was er net te laat bij, want hij gaf hem toen al aan zijn keeper. Ja. En je hebt niet even geprobeerd in de kleedkamer nog dat shirt te pakken? Nee, dat niet. Hey, tot slot, is het geloof er nog? Want in de eerste helft dacht iedereen van nou, dit wordt een seizoen dat als een nachtkaars uitgaat. Maar nu is het ineens een heel ander gevoel. Hoe is dat bij jullie? Natuurlijk, ik denk dat het een hele belangrijke overwinning voor ons is geweest vandaag. En ja, we moeten nu gewoon doorgaan pakken naar volgende week. En de komende wedstrijden worden alleen maar finales nu.